een heel goede avond. Vraag in Vlaanderen wie Nero is en weinigen zullen antwoorden een keizer van het oude Rome. Voor de Vlamingen is Nero een stripfiguur. Een maatje van de potige Madame Pijp, de vader van de briljante peuter Ademar en de man die aan tafel gaat voor hopen wafels wanneer een avontuur weer eens goed is afgelopen. Die Nero is een creatie van Marc Neels, artiestennaam Marc Sleen. Sleen heeft met het tekenen zijn kost verdiend. In de jaren 60 haalde ze Nero's oplages van 100.000 exemplaren. Tegenwoordig is dat wat minder, maar Nero is dan ook geëvolueerd. Er schuiven al maar vaker politici aan het fritkot van Jan Spier. De scenario's spelen nog meer in op de actualiteit. En Nero is uitgegroeid tot een strip voor volwassenen. Sleen heeft al die verhalen 50 jaar lang in zijn eentje bedacht. Hij tekende elke dag 2 bandjes voor in de krant. Hij staat ermee in het Guinness Book of Records. Vorig jaar werd hij verheven in de adelstand. En deze maand is het opnieuw feest. De 200ste Nero ligt in de winkels. En wij vieren mee met een terugblik op de carrière van Marc Sleen. Het B-gevaar. In de kleinste striphandel van Brussel stelt de grootste striptekenaar van Vlaanderen zijn 200ste album voor. Dit is mijn 200ste album. En wat leest Nero? Wat zou Nero lezen? De morgen, de morgen. Niemand van de morgen. En dan komen ze niet. En dan doen ze zo'n zaken. Dat ze mijn vers is hier. Iedereen is hier. Het laatste nieuws zelfs. Heb je gezien wat ik ervan gemaakt heb? Ja, geweten. Dus dat daar niet. Marc Sleen is niet weg te denken uit de geschiedenis van het Vlaamse beeldverhaal. Heeft ons zin gegeven om in dat beroep te stappen. Hij heeft ons ook getoond van, kijk, dat kan. He, je kunt met, door aan een tafel te zitten elke dag en door ventjes te tekenen, kun je je brood verdienen. Dan kun je zelfs heel ver gaan en kun je iets bereiken in het leven. Jaar geleden een profetische brief aan een jonge bewonderaar. 17 oktober 1961. Marc Sleen, karikaturist. Mevrouw, indien de krabbels en losse schetsen, hier bijgevoegd, werkelijk van een 5-jarige jongen zijn, is deze zonder twijfel begaafd en mag hij zich gelukkig achten van zijn ouders zoveel talent meegekregen te hebben. Zijn hand verraadt een vaste trek, een scherpe opmerkingsgave en een zekere zin voor humor. Het waren meer dan zonde de uitingen en het gevoelsleven van dit kind in te dijken. Laat u hem gerust zijn gangen gaan met tekenen. Talent is de dag van vandaag meer dan zeldzaam. Met de meeste achting, Marc Neels. Ah, de Nero. Hoe is het, jongen? Je ziet er goed uit. Schitterend. Kom, we vliegen erin. Marc Sleen en Nero, samen schrijven ze al meer dan een halve eeuw Vlaamse stripgeschiedenis. Pas op van het trapje, Nero. Kom, kijk eens, dat is mijn cel hier. De wafels staan klaar, maar de champagne staat er niet bij. Dat is wel spijtig. In het Centrum voor het Beeldverhaal in Brussel hebben Sleen en Nero een eigen hoek. Dat roept herinneringen aan vroeger op. Kijk, Nero. Kijk, jong, ziet je dat? Daar zijt gij geboren, daar rechtover. Dus nu natuurlijk leegstaand krot boven de pres socialist. Maar daar zaten wij, La Cité, waar u 17 jaar in gestaan hebt, de Franse krant, en de Nieuwe Gids. Allemaal, daar. Dat kleine kamertje, daar bepaald heb ik u geschapen. Daar bent u tot leven gekomen. 53 jaar geleden. Daar heb ik uw eerste verhalen gemaakt. Het geheim van Matsuoka, het B-gevaar. Herinner je zich nog? In welke diepe kuilen ik u gestort heb. Hoe dat je afgezien hebt met mij. Uw geestelijke vader. Maar ik ben u toch dankbaar. Marc Sleen houdt van het leven. Hij praat graag en zit nooit om een kwinkslag verlegen. Voor Sleen begint de dag best met een glaasje champagne. Sleen werd 76 jaar geleden geboren als Marcel Neels. De jongste van 4, een nakomertje. Een stil kind dat in zijn eigen wereld leeft. Mijn eerste herinnering van tekenen, dat was gezeten op de schoot van een dame. Een soort babysit, een ouder wordende dame, die voor mij zorgde. Terwijl mijn ouders het zo razend druk hadden met die reusachtige zaak waarin ze zaten. Daar heb ik op mijn 4e jaar, en dat herinner ik mij, en er zijn bewijzen van geleverd, naderhand, mijn broer heeft die altijd bewaard, tekeningen gemaakt van wat er op de tafel voor mij stond. Dat was de koekjestrommel, dat was de koffiepot en de suikerpot en zo. De kleine Marcel groeit op in Sint-Niklaas, waar zijn ouders een drukke zaak hebben. Wanneer vader in 1939 overlijdt, stort zijn wereld in. Sleen, dan 16, besluit artiest te worden. Het gezin verhuist naar het Gentse, waar Sleen zich inschrijft op een kunstschool. Sleen behaalt mooie resultaten. Maar in 1943, het is dan oorlog, kan zijn moeder de studie niet meer betalen. Sleen moet gaan werken. Een broer die bij het verzet is, bezorgt hem een plaatsje op het arbeidsambt. In de zomer van 1944 wordt Marc Sleen door de Duitsers als gijzelaar opgepakt en opgesloten. 5 celgenoten worden terechtgesteld. Sleen is de enige overlevende. De Kosovo-barakken in het kamp van Leopoldsburg. Vandaag oefenen hier para's voor een interventie in de Balkan. 55 jaar geleden was dit een Duits gevangenenkamp. Prikkeldraad, schildwachten en tralies. Marc Sleen zal ze nooit vergeten. Om Leopoldsburg wordt bij de bevrijding hard gevochten. 17 gevangenen vallen onder Duitse kogels. Voor Sleen blijft de oorlog vandaag een gesloten boek. Brussel, oktober 1944. Na zijn vrijlating kan Sleen als tekenaar aan de slag bij de katholieke krantengroep De Standaard. Hij is 21 en maakt er vrienden voor het leven. Renaat Van Elslande is minister geworden. Jan van Waterschoot is baron geworden en professor aan de Universiteit van Leuven. Hubert van Erwegen, grote dichter, grote Vlaamse meneer en ook Gaston Diner. Er zat heel wat... en die waren jong. En die wouden het maken, hè. Die wouden de krant maken voor Vlaanderen. Na de oorlogsellende een vrolijke tijd. Er wordt hard gewerkt, maar ook feest gevierd. Het was nog oorlog. En wij konden niet naar huis en wij bleven dus slapen daarboven in Jacques Meilaan. In wat wij noemden het opiumkit. En er werd naar de ambassades gegaan, s'avonds voor reportages. De Scottish Embassy, ik herinner me dat nog, waar ik voor de eerste maal in mijn leven whisky gedronken heb. Er stonden 12 soorten whisky en we moesten van allemaal eens proeven. Ik kwam bij nogal beschonken thuis. Maar ik bedoel, er werd overdag heel hard gewerkt. En s'nachts werd er wel eens geboemeld. Sleen debuteert bij De Standaard als karikaturist. De katholieke krant is nog de spreekbuis van de CVP. Met politieke tegenstanders, toen vooral de socialisten, wordt afgerekend, zelfs met de tekenpen. Ik heb er honderden gemaakt. Maar allemaal eenrichtingsverkeer. Allemaal voor de CVP. chef buitenland of binnenland, die inspireerde mij. Ik liep de redactie binnen en die zei: maak zo eens een karikatuur. Tegen Spaak of tegen Follien of tegen om het even wie. Maar altijd van de opposite. Hè? U begrijpt wat ik bedoel. Met dan die toespelingen op toestanden. Camille Huismans hield er helemaal niet van dat ik karikaturen van hem maakte. Theo Lefèvre daarentegen was in zijn nopjes en liet zelfs al die karikaturen bundelen in een boekje dat Theorama heet. Dat is Pierlot. Pierlot, goed, herinnert u zich nog Pierlot? Wel, was dat niet de grote koning? Eerste minister van onder de oorlog en, een tijdje nadien ook. En een tijdje nadien was die man dan niet verbrand, Pierlot? Nee, hij was in Londen eerste minister. Ach, in Londen, sorry. Kijk eens, dat bewijst dan weer hoeveel ik van politiek af weet. Geen barst. Het heeft mij feitelijk nooit erg geïnteresseerd. Maar ik werkte wel in loondienst en ik voerde uit wat men mij vroeg. Sleen tekent ook 13 jaar lang de renners van de Ronde van Frankrijk. Zijn rondestrip verschijnt in de speciale sportbijlage van de krant Het Volk, die dezelfde dag nog verschijnt en daarom als zoete broodjes de deur uitgaat. Dat was een marteling voor mij, in feite. En ik moest dus constant om het half uur luisteren wat er gebeurde. Maakte ik de tekening klaar. En tegen 4 uur moest die klaar zijn, want er kwam er een notaar, een jonge man nog, met een Harley Davidson voor mijn deur aanrijden. Die vloog daarmee direct over naar La Cité, waar het cliché gemaakt werd. Vandaar vloog hij naar Gent, waar het gedrukt werd. En diezelfde avond liepen daar verkopers al rond. Lees alles over de Ronde van Frankrijk. En 160 per uur reed hij daar naartoe en werd daar 500 frank voor betaald. Tot mijn ergernis, want ik kreeg maar 400 frank. In oktober 1946 stapt Sleen over naar De Nieuwe Gids. Daar moet hij een strip ontwerpen die de concurrentie zal aangaan met het populaire Ricky en Wiske van de Standaard. Sleen begint met De avonturen van detectief Van Zwam, naar een verhaal van zijn vriend Gaston Durnez. Ik gaf hem dat, Marc las dat, riep en luid en enthousiast maakte grote gebaren. Hey, dat is het. Liep daarmee naar zijn studio, begon te tekenen en kwam na verloop van tijd beneden met een heel ander verhaal. En daaraan is het nu te danken, zeg ik altijd, dat hij groot succes heeft gehad. Want had hij mijn verhaal gevolgd, het zou dat niet geweest zijn. Niet waar, u hebt mij geïnspireerd en er zat veel stof in. Maar uiteraard, als tekenaar gaat u een andere weg op en zo. Maar u bent de grondlegger geweest van Nero. Jawel, Gaston, jawel. Van Zwam moet na 9 verhalen plaatsruimen voor een nieuw hoofdpersonage dat zich keizer Nero waant. Vanaf 1950 heten de albums dan ook De avonturen van Nero. Nero komt uit een gekkenhuis en heet eigenlijk Schoonpaard. Niet een held die alles oplost, zoals in die tijd of voor mijn tijd, Kuifje en zo. De sympathieke, fijne jongen die heel braaf is en alles oplost. Dat zag ik niet zo zitten. Ik zag het meer in het koldereske, in de Marx Brothers en weet ik veel. Nero blijkt een schot in de roos. Het is een typische krantenstrip, zwart-wit en snel gemaakt. Hij valt vooral in de smaak bij lezers die het nieuws op de voet volgen. Dat is een systeem dat eigenlijk uitgevonden is door Marc Sleen en door Willy van der Steen. Die mensen hebben na de oorlog gezegd van... kijk eens, de Amerikanen die leveren elke dag zo 1 bandje af in de krant. En dat heet een dagstrip en dat is leuk om dat elke dag te volgen. Wij doen beter, we gaan er elke dag 2 afleveren. En op die manier zijn Vlaamse tekenaars bijna traditioneel toe verplicht geweest van hele grote producties te maken om het ritme van de krant bij te houden. Ik heb nooit het idee gehad van, kom, we gaan een album maken, zoals sommigen het nu wel doen, of ook gedaan hebben. Hergé heeft misschien ook 20 albums gemaakt. Dat is een hele andere structuur dan wat ik gemaakt heb met mijn 202e album waar ik nu aan bezig ben. Is nog steeds een dagbladstrip met diezelfde structuur als een halve eeuw geleden. De eerste Nero's zitten chockvol verwijzingen naar de actualiteit. Zo laat Sleen Nero een atoomkern splitsen met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er de Koude Oorlog met het ijzeren gordijn dat letterlijk wordt opgetrokken en neergelaten. Op 1 april 1950 start Sleen met het Nero-verhaal De Hoed van Gerard den Duivel. Het is de tijd van de koningskwestie. Het hele land staat in rep en roer over de mogelijke terugkeer van koning Leopold III. Op aanwijzing van zijn krantenredactie rekent Sleen op speelse wijze af met de tegenstanders van de vorst. Vooral de linkse kopstukken, Camille Huismans en Paul-Henri Spaak, moeten het ontgelden. Allereerst heb je de duivel, Gerard de Duivel, die naar de kapper gaat. En als hij uit de kapper komt, heeft hij de fysionomie gekregen van Camille Huismans. En hij noemt zich ook expliciet Cam-El-Amil. Zie je dan ook dat in de strip zelf een aanslag wordt gepleegd op de koning daar in Indië. Maar ook iemand zoals Spaak is, de kleine dikke wordt die genoemd, die daar staat te roepen en die voor heel veel heibel zorgt. Want ook Van Zwam komt, zegt hij, Nero, Nero, het loopt scheef, ze betogen voor uw paleis, ze prediken opstand. De menigte wordt opgezweept door een onguur type. Hij beveelt hen te staken, u te verjagen, het paleis te plunderen. Het is een socialist zeker. Omdat Sleen een krantenstrip tekent, kan hij met zijn ervaring als cartoonist snel op de gebeurtenissen inspelen. In 1956 bijvoorbeeld. Nauwelijks hebben de Britten het Suezkanaal bezet of Sovjet-tanks verpletteren de Hongaarse opstand. En het verhaal gaat eigenlijk eerst over de Suezcrisis. Nero volgt de ijzerkolonel naar Egypte. Maar ondertussen doet zich Hongarije voor, de tanks verpletteren de opstand. En dan zie je dat Sleen tijdens de publicatie van het verhaal twee andere personages, Petoetje en Patatje, op reis stuurt. En hij laat ze dan met een scootertje via Hongarije rijden. En daar stuiten ze dan op een Russische tank die ze dan uitschakelen. En, je ziet, dus op een paar dagen tijd kan Sleen gewoon zijn scenario totaal bijsturen en zijn personages een andere weg opsturen. En dat is eigenlijk fantastisch, die souplesse dat hij heeft, wat weinig andere auteurs hebben. Vrede is een thema dat Sleen in de beginjaren nauw aan het hart ligt. Hij heeft de oorlog van nabij meegemaakt. In volle Koude Oorlog trekt Nero herhaalde malen als vredesapostel naar de groten der aarde. En dat is ook weer iets typisch voor die Vlaamse strip. Die Vlaamse personage die wil eigenlijk op een zeer eenvoudige manier een wereldconflict gaan oplossen. In het vredesoffensief van Nero zie je Nero gewoon bij Stalin binnenstappen en gaan reclameren en aanspreken met allee chef, hoe lang gaat dat hier nog duren? Dat conflict zie je voortdurend, die drang naar idealisme, niet kunnen begrijpen waarom al die ellende, die wreedheid tussen mensen, die hebzucht. Veel Nero-verhalen uit de naoorlogse jaren draaien rond geld. De mensen werken dan hard om er weer bovenop te komen. Geld is belangrijk om een toekomst op te bouwen. Sleen zelf kende armoede na de dood van zijn vader. Het is ook een zeer dubbelzinnige houding ten opzichte van geld. Enerzijds wordt het voortdurend verketterd in de verhalen, want dat is heel slecht, het wordt het slijgderaarde genoemd. Maar langs de andere kant zijn het ook geloofwaardige personages in die zin dat ze zich daar niet boven stellen, dat ze daar ook een zwak voor hebben. Waarvan Nero leeft is niet duidelijk. Vast staat dat hij, in tegenstelling tot zijn geestelijke vader, niet werkt. Wanneer hij een fortuin erft en met een kruiwagen geld binnenkomt, verandert zijn vrouw van een kwaaie feeks in een liefhebbende echtgenote. Wanneer Nero geld heeft, laat hij het breed hangen. Dan draagt hij een slipjas en hoge hoed, woont in een kasteel en laat zich door een butler bedienen. Hij kan op bepaalde momenten gierig zijn, kan hij hebzuchtig zijn, kan hij genereus zijn, kan hij heldhaftig zijn. Dat is iemand die ervoor gaat en die erin vliegt en pas in laatste instantie aan zijn eigen lijfbehoud denkt. Maar voor de rest kun je hem met net zoveel karaktereigenschappen invullen als mensen in het algemeen karaktereigenschappen kunnen hebben. en als Marc Sleen waarschijnlijk ook karaktereigenschappen heeft. En ik denk dat de invulbaarheid van het personage hem toegankelijk maakt, hem geliefd maakt. Nero's wettige echtgenote heeft geen naam, maar heet gewoon Vrouwlief. Madame Nero is een echte sloof. Haar dreigende deegrol maakt later wel plaats voor lekkere wafels. Een bijzondere vrouw waar Nero voortdurend mee optrekt is mevrouw Pijp. En dat is eigenlijk een totaal ander type van vrouw. Daar krijg je ja, het man-wijf, het sterke, sterke vrouw die zware tabak rookt en die haar mannetje weet te staan. En ze hebben bijna een soort van ja, vreemde relatie, meneer Nero. Want met die vrouw wil hij wel naar de vreemde landen trekken en dolle avonturen beleven. Zelfs tot grote jaloezie van zijn eigen vrouw en van meneer Pijp. Men, de directie van in het begin heeft ook gevraagd dat ik madame Pijp zou weglaten. Dat mag niet, een pijprokende vrouw. En nu is ze de meest succesvolle in Nederland. Zijn ze dol op. En ook de kinderen hier vinden madame Pijp de figuur, nummer 1 geworden. In 1959 krijgt Nero een zoon, Ademar, een wonderkind dat meteen spreekt, maar niet wil groeien. In tegenstelling tot zijn impulsieve vader reageert Ademar louter rationeel. Maar vader en zoon hebben een hechte band. Voor Ademar blijft Nero immer zijn teergeliefde vader. Afrekenen met heilige huisjes laat Sleen over aan een van zijn meest bizarre personages. Een kleine piraat met steek, sabel en een aha-vreedaardige snor. Duizendvloot, volledig Oscar Abraham Duizendvloot, is een knotsgek personage dat de eerste keer optreedt in de Granaatslikker. En hij zegt zelf in dat verhaal dat hij van Geel komt. Hij loopt verkleed als een kaperbij, een zeepiraat, met een steek en een sabel. Dus trouwens een van Sleens favoriete personages. Knotsgek is dus een koldereske figuur. Iemand die soms enorm woedend kan worden. Nee, en die alle heilige huisjes intrapt, dat is mijn bedoeling. Dat is de oppositie in zijn ruwste staat. Een man die tegen alles is, maar die dus compleet gek is. Dus ik ben er niet verantwoordelijk voor. Maar hij act maar om zich heen. Hè. Of het nu tegen de wet is, tegen de politie of om het even wat. Maar dus een losbarstende figuur die ten ander niet geliefd is door mijn inkleurs. Die zeggen, laat dat weg. Dat is een onmogelijke figuur. We houden daar niet van. Stripliefhebbers appreciëren vooral de typische Sleen humor. De kolder, de visuele gags en de soms wel erg letterlijk genomen beeldspraak. Ben Oprolle is een mooi voorbeeld. Dan ja, slaat hij een bende gangsters in New York in elkaar en hij rolt die op in een tapijt. En terwijl hij zegt hij van ik rol de benden op. Maar ook andere zoals het ijzeren gordijn dat letterlijk wordt genomen. Een gordijn dat je kan omhoog draaien of omlaag laten. En dan ook die vreemde mix van nonsens, van kolder, van avontuur, van satire, van maatschappijkritiek. Het is niet echt een heel gelukkige strip. Vaak een beetje ook een triste sfeer die rond de figuren hangt. Want ze beseffen eigenlijk dat ze weinig aan de realiteit kunnen veranderen. Naast Nero heeft Sleen gedurende 20 jaar nog 7 andere strips getekend. De avonturen van Neus, Stropke en Flopke, Polopov, de lustige kapoentjes, Fonske, Piet Fluwijn en Bolke en Octave Keuning. Dat zijn grappen rond de relatie van Octave Keuning met zijn vrouw, die zeer dominant is. Dat is op een top Sleen, dat is een pure creatie en dat is iets wat hij waarschijnlijk zeer graag heeft gecreëerd. Dat is ook een heel sterke figuur. Het is een strip voor volwassenen, het is niet voor kinderen gemaakt. In die tijd, hè, het is toch al merkwaardig. Doris Dobbel wordt hem gevraagd door het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond. Die hebben een weekblad op dat moment en dat heet De Middenstand. En die hebben dus een middenstander nodig om die beroepscategorie in de verf te zetten. Willen ze een strip hebben van een bekende striptekenaar. En Marc Sleen aanvaardt dat in 1950 en hij zal dat ongeveer 10 jaar lang tekenen. Dus dat zijn meer dan 500, 600 afleveringen die hij daarvan gemaakt heeft. Daarnaast is Sleen jarenlang hoofdredacteur van het Kapoentje, het wekelijks bijvoegsel voor de jeugd van de krant Het Volk. Ik denk dat het succes van de Kapoentjes en de reden waarom ik ze graag las, dat was omdat de Kapoentjes eigenlijk straatkinderen waren. En het straatkind, dat is iets wat nu niet meer bestaat. De kinderen worden opgesloten in een nette villa met een omheining, worden achter de televisie geplaatst of achter de computer. En als ze met andere kindjes willen gaan spelen, dan moeten er afspraken gemaakt worden, moet er eerst in de agenda gekeken worden. Terwijl de Kapoentjes zijn de uiting van een tijdperk waarin de kinderen op straat leefden, op straat speelden en er ook geen gevaar verbonden was om natuurlijk op straat te spelen. Begin jaren 60 tekent Sleen praktisch de week rond om al zijn opdrachten klaar te krijgen. Van Nero alleen verschijnen er jaarlijks 4 albums. Geen Vlaamse striptekenaar die zoveel produceert in zo'n tempo. Maar de werkdruk en de vele deadlines dreigen er te veel aan te worden. Sleen trekt eruit. Naar Afrika, de dierenwereld, een oude jeugddroom. Mijn vader stopte mij in de zoo van Antwerpen en dat gebeurde meerdere malen per maand. En hij liet mij daar 2 uur in vrij en dan kwam hij me ophalen, stipt stond hij daar. Maar ik wist ieder diertje in die dierentuin van Antwerpen kennen. Ik wist in wat kooi, wat dat erbij kwam, wat dat eruit ging. En ik bestudeerde al die dieren. In Afrika begint Sleen aan een tweede leven, dat van safarijager. Maar dan met de camera. Hij draait er tientallen dierenfilms voor het bekende tv-programma Allemaal Beestjes. Maar als wij nu met jou over de natuur spreken, vooral over Afrika en dan vooral over jouw grote vrienden de olifanten, dan klinkt daar vaak een soort verontwaardiging door. Als u bedenkt dat dier, dat ik het de koning der dieren noem en niet de leeuw, dan vind ik het toch bedroevend dat dat grootste landdier ter wereld uitgeroeid wordt. Lieve God, ik heb honderden voorstellingen gegeven. Van de knokken tot Asselt en Turnhout. Ieder jaar gaf ik mijn 4 voorstellingen, mijn avant-première, nadat voor ze op de televisie kwamen. Afrika maakt indruk op Sleen. Hij ontmoet de Schot Gordon Harvey, die hem inwijdt in de geheimen van de dierenwereld. Een vriendschap voor het leven. Dat is mijn trouwe vriend en mijn mentor geworden. De man die mij alles geleerd heeft over Afrika. Hoe de dieren leven, hoe ze bestaan en waar men ze kan vinden. En dankzij hem heb ik zeer mooie opnamen kunnen maken. Zonder hem had dat nooit gebeurd. 35 jaar lang trekt Sleen ieder jaar opnieuw naar de savanne. Daar vindt hij rust. Mannen onder elkaar, ver van de zorgen en de sleur van het werk. Ik voelde al als de trekvogels weggingen, dan had ik al lust om te gaan naar Afrika. Maar ik moest daarvoor een heel jaar dan toch werken op zaterdag en zondag om mij op voorhand te zetten. Ik moest wel 1,5 maand op voorhand zitten met mijn werk. Maar ik deed het graag denkend aan, aha, in januari, februari, als het hier koud en regenachtig is, dan zitten kinderen in de zon en naar mijn beesten te kijken. Afrika inspireert niet minder dan 18 verhalen, waarin Nero optreedt als een voorloper van de natuurbescherming. 1 album wordt wel op een heel speciale plaats gelezen. Een jaar of zo geleden kreeg ik iets toegezonden. En dat was van een jongeman die samen met zijn vrouw de Kilimanjaro bestegen heeft. Het wonder is dat hij zich daar heeft laten fotograferen met iets dat in zijn rugzak zat. Hij had ter mijner ere het album meegenomen, de Kilimanjaro. En hij heeft mij die foto opgestuurd en zegt, dan moet u wel een fan zijn om met voorbedachte raden de Kilimanjaro te beklimmen met in uw rugzak dat werk van de man waarvan hij schrijft. Het staat hier achteraan. Top Kilimanjaro, 27 juli 1997. Te reren van Marc Sleen voor zoveel leesgenot, staat erop. Of leesplezier. Ik vind dat een mooi gebaar, hè? Dat Nero iemand mee naar boven sleurt op de hoogste top van Afrika. En dan komt 1965, het keerpunt in het leven van Sleen en Nero. Sleen is dan 42. Hij woont met zijn vrouw in een mooie villa aan de rand van het Zoniewoud. Sleen verdient meer dan behoorlijk. Naast een vast loon krijgt hij een percentage op de albumverkoop. Het volk had mijn albums in grote massa's verspreid tegen 15 frank. En dat was gewoon op krantenpapier gedrukt. En dat was fantastische tijden. De verkopers kregen... De postbode nam die mee, of de verkoper, de krantenverkoper, en kreeg 1 frank per verkocht exemplaar. En zei tegen iedereen, als hij de krant bracht, er is een nieuwe Nero. En die mensen kochten dat, 15 frank, wat is dat? En daar werden honderdduizenden van verkocht en ik vond dat wel interessant. Maar het zware striplabuur is er te veel aan. Na 20 jaar zwoegen wil Sleen het voortaan wat rustiger aandoen. Ik zat aan 7 series, als Piet Verlijn en Bolke, De Lustige Kapoentjes, Octave Keuning. De Ronde van Frankrijk kwam er nog eens bij. Dat was niet te oud en dat was verschrikkelijk. In april 1965 loopt Sleens contract bij het Volk af en kan hij naar de Standaard, denkt hij. En ik zou in de Standaard dus in die uitgeverij in kleur verschijnen. En ik zou alleen maar Nero moeten tekenen, voor dezelfde prijs. En dat maakte toch het verschil uit. Maar in Sleens contract met het Volk staat dat hij de eerste 3 maanden niet voor een andere krant mag werken. En toen vond men er iets op. Het was een idee van Jan Merks dat ik dan voor een deel heb moeten uitwerken. Er zou een verhaal worden gemaakt, niet door Marc, door een andere. Ik zou dan een scenario schrijven en helpers van Willy van der Steen zouden dat tekenen. Een verhaal waarin de geschiedenis van de figuren van Marc zou worden verteld. De Standaard begint met de geschiedenis van Nero en Co, die zich in een fictief land afspeelt, Slenovia, met als leuze 1 lach is macht. Maar na enkele afleveringen waren de mensen in Gent van het volk heel boos. Zij vonden dat dat toch een inbreuk was op het contract. Dat de figuren, alhoewel niet getekend en niet verzonnen door Marc, toch zijn figuren waren. Er is een klacht ingediend bij het gerecht. En zolang dat die klacht liep, hebben de figuren, zeker de herkenbare figuren, een masker opgehaald of moesten ze hun gezicht verbergen. Wat zeer eigenaardige effecten gaf in de krant. Er is een proces van gekomen en de Standaard werd veroordeeld. Men vond dat het volk gelijk had. De Standaard gaat in beroep, maar de zaak wordt uiteindelijk in der minne geregeld. Sleen mag Nero meenemen, maar moet zijn andere reeksen aan het volk laten. Einde van de stripoorlog. De overstap van een volkse naar een deftige krant betekent dat Nero zich voortaan beschaafder moet gaan uitdrukken. Zijn taal werd geschaafd, hè? Ik mocht niet meer gij en ge gebruiken, het moest jij en jou zijn. Vooral voor de verkoop in Nederland was dat zeer belangrijk. Alhoewel, op een gegeven moment kwamen er 2 albums uit. Een Nederlandse versie en een Vlaamse versie. En zo herinner ik mij dat er een titel was, De Daverende Pieteleer. En dat werd dus in het Nederlands een ander album met De Daverende Slipjas. Vandaag staat Nero in brons gegoten. Maar hoeveel van Sleen zit in Nero en van Nero in Sleen? Hij ziet er ferm uit. En hij zal hier goed staan. Ik heb Nero altijd gezien. Marc volgt me niet altijd als ik dat woord gebruik, maar als een anarchistische strip. Als een strip waarin tegen de schenen geschopt wordt, waarin getoond wordt dat je eigenlijk niet altijd akkoord moet zijn met autoriteit. Dat die mensen die in uniform rondlopen ook niet altijd deugen. Al mijn figuren staan erop, maar toch centraal staat hier Gaston met zijn wekkerke, met zijn handboeien, met zijn fluitje op de rechte plaats, met zijn tandenborst en noem het even wat. Het is gewoon het wezen van een artiest om tegendraads te zijn. En bij Sleen gebeurt dat via de humor. Hier, kijk eens, hij heeft wel 4 decoraties, hè? Of 5. Maar moet u kijken welke soort decoratie. Pijkers en klavers, ik bedoel, hij is een verwoedkaarten. Naast zichzelf voert Sleen ook tal van bekenden op in zijn strip. Politici, vedetten, ja zelfs leden van ons vorstenhuis. Aan het frietkot van Jan Spier zijn heel wat prominent geweest. Onder meer onze huidige koning Albert met zijn Harley Davidson. En prinses Astrid zei tegen mij, je hebt mijn vader getekend in de Blauwe Woestijn. En ik begreep er niks van, maar dat was de titel van mijn verhaal. De Blauwe Woestijn, waar hij optrad voor het frietkot van Jan Spier. Maar Rode Boudewijn heeft ook frietjes staan eten bij het frietkot van Jan Spier. En was hij een stripliefhebber? Ja, hij was een stripliefhebber. Heeft hij mij toch persoonlijk gezegd in Argenteuil toen ik erbij kwam. Het Koninklijk Paleis. Ik heb dat altijd gedaan, zegt mijn moeder. Die beweert dat toen ik een jaar of 4, 5 was, dat als ik mij ziek voelde, dat ze mij dan potlood en papier toestopte en dan was ik genezen. Ik tekende een eigen stripreeks op scenario van Hek Leemans. Die stripreeks heette Nino. En toen hoorde ik dat Marc Sleen een opvolger zocht. Dus Marc Sleen, de held uit mijn jeugd. Nationaal monument. En ik moet zeggen, ik heb toen geaarzeld om mijn kandidatuur te stellen. De ochtend dat hij mijn zending kreeg, belde hij mij op. Zonder zich te melden. Hij zei, dag Dirk. Ik ken die stem van ergens. Ik had er eigenlijk niet op gehoopt hoor. Het was meer, laat ik dan toch maar eens proberen als er toch niemand gevonden is. Achteraf bekeken heb ik mezelf een beetje overschat. Ik dacht, ik ken Nero uit mijn jeugd. Ik heb die figuur vaak overgetekend. Maar ik heb de neiging om academisch te tekenen. En Nero is een totaal karikaturale figuur. In die zin dat hij bijvoorbeeld geen hals heeft. Dus als Nero zijn hoofd draait, dan heb ik daar problemen mee en Marc Sleen blijkbaar niet. Een geestelijke erfgenaam, dan zou ik pretenderen van die reeks volledig te kunnen overnemen. Scenario en tekeningen en ik ben geen scenarist. Tot mijn grote spijt, dat is mijn frustratie, maar ik kan wel een scenariootje maken, maar niet om de 3 maanden een verhaal bedenken. Dat kan ik niet. Vandaag betekent Nero ook business. Er zijn Nero-posters, Nero-kaarten, Nero-champagne en Nero-bier. Wel, dat is Matsuoka-bier. In het eerste verhaal van Nero, toen het nog de avonturen van detectief Van Zwam noemde, gaf het booswicht Matsuoka aan de Gentenaars een bier, Matsuoka-bier, waardoor ze hem slaafs volgden. Ze waren dus gedrogeerd door het bier. En aangezien de winkel hier in Gent is, dacht ik van, dit moet hier staan. Overal waar je gaat langs Vlaamse wegen, kom je wel een Nero tegen. Of zijn zoontje Ademar, die in Turnhout staat. Hopelijk mag de stripheld binnenkort eindelijk zijn intrek nemen in het station van Hoeilaard, waar een heus Nero-museum op moet komen. Marc Sleen is een van de meest gevierde Vlaamse stripauteurs. Hoewel, in 1997, uitgerekend het jaar waarop Nero 50 wordt, krijgt Sleen van zijn krantenuitgever te horen dat zijn contract niet verlengd wordt. Nero-fans zien dat helemaal niet zitten. Nu, om dat aan de VUM duidelijk te maken dat de lezers van haar kranten Nero in de krant wilden, hebben wij, een aantal mensen en ikzelf, een petitie opgestart waarop meer dan 2800 handtekeningen zijn verzameld. Of dat geholpen heeft of niet, weten we niet, maar feit is dat Nero nu nog altijd in de krant staat. Waar is de pers? Ah, dat is de... Dat is een Franse fotograaf, Franstalige fotograaf, dat zijn platen. Het is een mooi boek, mag ik u feliciteren. En je leest dat in zijn verhalen en je ziet dat in zijn tekeningen, je ziet in zijn foto's, dat het een man is die zeer veel van het leven geniet en daar nog altijd van geniet, want ik ben ervan overtuigd dat dat de reden is waarom hij nog altijd doorgaat met Nero en er nog altijd met evenveel plezier aan werkt. Van tijd lach ik eens met mijn eigen tekeningen. Ha, ha. Nero tekenen gebeurt na 50 jaar nog altijd even ambachtelijk. Maar inkleuren doet vandaag een machine. Penseel en waterverf behoren voorgoed tot het verleden. Ooit komt de dag waarop Nero rechtstreeks uit de computer rolt. Maar hier zitten we dus inderdaad wel zuiver met die reparatie. Jawel, omdat die inkt, dat zijn inktbanen zoals we dat noemen. Voor Marc Sleen zullen de drukpersen nog wel een tijdje blijven draaien. Als ik hem laat sterven, dan sterf ik ook. Ik bedoel, ik kan daar niet mee stoppen. Zolang ik in staat ben om dat te doen, doe ik dat graag. Ik kan niet met mijn vingers gaan zitten draaien aan de muur, kijken een oude mannetje of zo. Nee, zolang hij leeft, leef ik ook. Als ik ermee stop, dan zou het einde zijn. Nero wordt op een voetstuk gezet. Sleen krijgt een adellijke titel. Ridder van de tekenpen? Wel ja, dat is mijn wapenschild, hè. En u ziet daarin, dus de ridder heeft een harnas uiteraard. Ik nu niet, maar... op die wapenschilden wel. En dat is gekenmerkt door de tekenpen, ja. Typisch, met 2 potloden ernaast. Ja. En hebt u hier mijn embleem, de olifant, die ik altijd verdedigd heb. En hier is mijn wapenspreuk is imago dicet milia verba. En dat betekent 1 beeld is meer waard dan 1000 woorden. Ridder van de tekenpen? Yes. Ja. Juist. Ook niet een beetje gevangene van de tekenpen geweest? Ja, toch wel. Dat is slavenarbeid. Hè. Kijk eens hier, dat album. Dat is dus mijn 200ste. En dat is dus de beloning tenslotte. Van het hele geval, hier staan ze allen. De 200 erin, hè. Ja. ...200 vrouwen doordringt van creativiteit, van eigenzinnigheid... en van het talent van Marc Sleen. Heren, het 200ste album van... en ik stel voor dat jullie elkaar ze wederzijds overhandigen, zoals dat hoort. Een ridder en een minister. Dat is eigenlijk zo. Alsjeblieft. Alsjeblieft, meneer de minister. Bedankt. Ik dank u vriendelijk. En waarom is dat geen gecardoneren?